Maar het is de 20e editie en we hebben wel meteen met een uniek iets te maken. We zijn vandaag binnen. Het Sander Boske toernooi is een toernooi waarbij we de mensen van het Twentse Zorgcentra uitnodigen. Dat zijn mensen met een verstandelijke beperking. En daarnaast hebben we natuurlijk de hele eerste selectie van FC Twente erbij. Dus daar, en met elkaar gaan we een hele leuke beweegmiddag houden. Ja, en gewoon lekker voetballen. Nou, dat is supermooi. Allemaal alleen maar blije gezichten. Niet alleen van de mensen uit de zorgcentra, maar ook van de spelers van FC Twente en de begeleiding. En erbij, het is de eerste keer in de zaal. Dus dat is ook wel bijzonder. Kon je een beetje in de zaal voetballen? Nee, ik vind het verschrikkelijk zaal voetballen. Ja, daar vind ik niks aan. Nee? Dat maakt ook niet uit. Het gaat niet om mij. Het gaat zeg maar om de mensen en wie hier meedoen. En dat is prima geregeld. Maar bij wie zitten jullie in een team dan? Oh, kijk eens joh. Allebei. En bij welke voetballers dan? Van Wolfswinkel? Ja. Want jullie hebben ook Van Wolfswinkel. Zijn jullie daar fan van? Ja hoor. Hij heeft mij goed geholpen. Ja? Ja. Ik gleed net uit. Ik was door de knie gegaan. En nu? Maar gaat het wel weer. Gewoon doorzetten. Niet meteen opgeven. Ja, ik denk dat hier de twee werelden samenkomen. Waar ik heel veel passie voor heb. Maar ik zie ook heel veel passie in het veld. En ik denk dat sportiviteit, beweging, gezondheid, samenwerking. Eigenlijk alles komt hier bij elkaar. Dus dit is echt een hoogtepunt voor heel veel cliënten persoonlijk, maar ik denk ook voor heel veel voetballers. Het gaat al weken over bij wie kan ik op de foto, bij wie zit ik in het team. Er wordt getraind, er wordt geoefend, er worden grappen gemaakt. Dus het brengt heel veel positieve energie. En dat hebben we best nodig in de zorg natuurlijk. Bij wie zitten jullie in het team dan? Daan Rots zitten we in het team en met, hoe heet die andere ook alweer? Ja, ik weet het ook niet. Van wie ben je het grootste fan dan? Van Feyenoord ben ik. Oh, je bent van Feyenoord? Ja. En dan ga je met een FC Twente shirt. Ach, af en toe, ja. Wil je weten welke ik er fan van ben? Ja. Sam Steijn. Sam Steijn. Ja, want hij heeft een paar mooie doelpunten gescoord. En hoe is het om hier te voetballen? Leuk. Ja, wat vind je het leukste? Voetballen is echt aan de leukste. En dan keer je niet de voetbalschoenen aan, maar de zaalvoetbalschoenen aan. Dus, en dan wordt er alweer gescoord. Kijk, ja, dat gebeurt hier allemaal. Het stukje gemeenschapszin, wat in Twente heel belangrijk is. En wat voor FC Twente belangrijk is, maar is ook voor ons als zorgorganisatie heel belangrijk. Dus dat we dit blijven doen, draagt echt bij aan een mooi evenement in de regio. Kun je een beetje voetballen? Nee, ik kan helemaal niet voetballen. Ik kan wel hardlopen, maar we kunnen niet voetballen. Als jullie één vraag zouden hebben voor Van Wolfswinkel, wat zou dat dan zijn? Hij is heel goed. Ja? Wil je me dat anders vertellen? Ja. Hier. Waar is die dan? Die? Blauwe team. Jij hebt me echt heel goed geholpen. Ja, vond je dat? Ja. Ik vond jou wel echt de beste. Je ja? Was druk, maar je was op een gegeven moment zo moe. Ja. Je had natuurlijk zoveel energie erin gestoken. Ja. Maar daarom was die goal aan het einde was er wel mooi op mijn podium. Ah, dankjewel. Ja, toch? Hard werken, hoor. Ja, dat, nu ga ik lekker even naar buiten heen. Ja, dat zal ik even doen. Even luchtjes. Ja. Want we moeten zo meteen weer. Klopt. Kan je dat ook weer aan dan? Ja hoor, even lekker wat drinken. Ja, toch? Pak even een lekker watertje. Ja, even lekker luchtje. Even lekker bij mijn ouders. Ja, hebben ze die goal gezien of niet? Ja. Papa is daar. Oh. Papa! 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 Hé! Hey! Papa! Blinde! Echt! We hebben gewoon een kwalitatief goed elftal. Ja! Goed op zijn. Zijn jullie goed? Zeker, zijn heel goed. Ja, wat vind je van de spelers, van Prupper? Ja, heel goed, voetballen hoor. Ja? Scoort hij veel? Ja, heel veel. Ja, ik ben vooral goed, hè? Ja, ik ook wel een goed team. Top, geen high five. Eigenlijk zou het zo overal moeten zijn. Maar helaas is dat niet zo. Maar het plezier wil. De kinderen die hier gewoon elk jaar naar uitkijken voor dit toernooitje. En dan is het gewoon super mooi dat je ze weer hier ziet. En het knuffelgehalte is heel erg hoog. Dus ja, dat is heel plezierig. Hoeveel knuffels deel je gemiddeld op zo'n dag uit? Veel. Het valt op twee handen niet bij te houden. Hey, 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 hey.